In 1801 gaf Napoleon het startsein voor de bouw van een vesting voor de Franse kust. Fort Boyard. 8 weken lang is dit de arena waar bekende Nederlanders het tegen elkaar opnemen in een avontuurlijke race tegen de klok. Elke week staan 2 teams oog in oog met elkaar om te proberen zoveel mogelijk sleutels te verzamelen. Die sleutels hebben ze nodig om de deur naar de schatkamer te openen, waar ze niet alleen goud vinden, maar ook een stel hongerige tijgers. Het komt aan op doorzettingsvermogen, de nodige veerkracht, mentaliteit. Oh ja, dat moet ook nog op tijd. Grenzen verleggen en je moet niet te bang aangelegd zijn. Hier ook in. Dit alles onder het toeziend oog van 2 zeer partijdige presentatoren. En hier doen ze het allemaal voor de cup met de grote oren. Dit is Fort Boyard. Welkom op Fort Boyard. 6 weken lang hebben de teams zich in allerlei bochten zien wringen. Soms letterlijk. En alleen de 2 beste teams, die zien we volgende week in de finale. Ja, maar dat erepodium heeft nog 1 plaatje over, namelijk de bronzen plek. En het team dat vandaag het meeste goud binnenhaalt, wint deze vriend de cup met de kleine oren. Nou, ziet er chic uit. Ja, toch? Give it up voor de teams. Team de dansers tegen team de tv-vrouwen. De strijd om de 3e plaats gaat tussen de nummers 2 uit de poolwedstrijden. En dat zijn de tv-vrouwen en de dansers. In het roze de tv-vrouwen met Gwen van Poorten, Imke Wieringa, Kay Huidekoper en Ayre Milene. De dansers in het geel met Roy Jule, Vivian Gomez Cardoso, Vincent Vianen en Anna Alicia Sclias. Het is natuurlijk niet zomaar iets, de bronzen plek. Wat is de tactiek? Ik denk niet dat we ten overstaan van dit team dit uit de doeken kunnen doen. Dus dat houden we nog een beetje voor ons. We het gewoon zo meteen even uitgebreken wat zij er nummer zijn. Ze hebben een attitude van heb ik jou daar. En die lijken voor niks of niemand te wijken. Maar goed, schijn kan zeker bedriegen. Zien jullie deze kleine Ja, is mooi, hè? Heb je daar nog plek voor tussen al die bekers van danswedstrijden? Kan die er nog tussen? Ik weet het niet hoor, bij mij weet ik het niet. Okay. Maar ik kan wel ruimte maken daarvoor. We gaan ruimte maken, toch? Ik weet dat wij als team inmiddels heel goed zijn in samenwerken. Maar we zullen alles moeten geven om uiteindelijk te winnen vandaag. We gaan dus zo'n dansje doen, dan staan ze op een rijtje een beetje te... Ja, dat ziet er heel lullig uit. Dus ik hoop dat ze dat een beetje doorvoeren in de opdracht. Ja, van die laffe dansjes. Leuk, gezellig, met elkaar. Maar ja, dat neemt natuurlijk alle aandacht af van waar het werkelijk om gaat. Het voorbouwjaar, keiharde knokken. Dit zijn Horloge en Passepartout. Die kennen jullie inmiddels. Dat zijn onze gidsen door het fort en die houden onze scores natuurlijk bij. Oké, let the games begin. Yes! Monique, yes. Gooi de zweep erover. De zee is extra woest vandaag. Ja man. Het waait ook heel erg hard. Fijn. Dus we trappen af aan de buitenkant van het fort. Hoe dan? Hoe ga ik deze opdracht hemelsnaam vervullen? I want to start now. Oh. Ja, ik heb gewoon moeite met hoogtes. Maar je wil niet van een vrouw verliezen. Van je mannelijk ego wil je niet van een vrouw verliezen. Spider-Man en Spider-Woman gaan een stukje klimmen. Vanuit het raam klauteren ze naar de nis, pakken de sleutel, klimmen weer terug langs die richel, door het raam naar binnen en ontgrendelen ze de code van de kluis. Roy! Iron, ik ga aftellen. 3, 2, 1, go! Je vingers doe je in de voegen van de stenen. Mijn kleine, inie-mini kleine vingertjes krijg ik zelfs niet in die gaten.
veel te smal. En normaal zou je denken, nou weet je wat, ik ga dan uitgedraaid mijn voeten volledig naar links en naar rechts, zo langs die kan. Maar dat werkte gewoon niet. Dan kon ik echt nog maar net mijn grote teen om dat regeltje, dat houten regeltje leggen. Dat was echt niet voldoende. Ik moet mijn been enorm ver uitstrekken en de wind waait ontzettend hard. Ik ben heel erg bang. Zolang hij naar beneden kijkt, gaat het goed. En tot mijn verbazing was ik eigenlijk vrij snel bij de sleutel. Ze komt je inhalen! Ze komt je inhalen, jongen! Heel snel de mis. Wat zeg je? Pak het tempo maken! Goed zo! Op de heenweg denk je, ik weet niet hoe lang deze hel nog duurt. En opeens is daar die Nis. En dan denk je, oh, want je gaat alleen maar door een hel. Maar op de terugweg denk je, ik weet precies hoe ver en je weet welke bocht moeilijk is en welk plankje kut is. Ja, oké. Okay. Nou! Kom! Goed zo, Ajax! Netjes! Vasthouden! Ik zag iets roze in mijn rechter ooghoek. Dat was goed op de terugweg. Ik denk van, oké, Arjen is achter mij. Dat is goed. Dus ik kon mezelf wat rustiger houden en gaan. En hij is weg, uit mijn zicht. Ah, heusje. 8, 6, 3, 4, waar zijn jullie? Als ik nu weer aan deed, denk ik echt gek. Ik heb het gedaan. Maar ik ben trots. Waar is het eng, joh? Echt. Een van de engste momenten die ik in mijn leven heb meegemaakt. Horloge, paspoortje, laat maar zien. Roy heeft goede zaken gedaan, want het is altijd lekker om de eerste tik uit te delen. De eerste sleutel is binnen en dat smaakt naar meer. Zo, dansers. Hebben jullie nog wel eens tijd om te lezen tussen alle dansen door? Af en toe. Ja? Nou, Vivian, jij mag nu ook in mijn boek gaan lezen. De sleutel zit klem in een hoge stapel boeken die het plafond omhoog houdt. Om de bibliotheek weer uit te komen, zal je die boeken weer moeten opstapelen, terwijl de tijd genadeloos wegtikt. 3, 2, 1, start! Oké, de tijd loopt. Ik weet nu al niet wat ze moeten doen. Nee, maar ja, hoe vaak zie je nou dansers in de bibliotheek? Ik weet niet wat ik moet doen, man. Nee, ik denk dat het plafond naar beneden komt als je die boeken wegtrekt. Dus trek af eerst meteen die sleutel weg of zo. Ja. Dus ik moet. Ik weet niet hoe ik naar binnen moet. Ja, trek het weg. Hoe hou ik die sleutel eraf? Op een gegeven moment hoorde ik, verduw het. Ja. Pak het, kom meer naar beneden. Waarom gaat die deur niet open? En ja, dat was dus omdat het plafond naar beneden was gezakt. Ik weet niet wat ik moet doen! Terugstapelen! Snel! Je moet erop gaan staan misschien. Ik was echt totaal niet voorbereid. Ik snapte er gewoon helemaal niks van. Zoek iets waar je op kan staan. Zoek iets waar je op kan staan. Ja, stap. Oké, is die tijd niet een keer om? Eén grote stapel maken. Het boek. Doe. Dit kan toch niet de opdracht zijn? Ik snapte er gewoon niets van. Ze gaat op slot, man. Ja, maar ze kan er nu ook niet uit. Precies. Ga erop staan. Ja! Vivian? Nee, ik wil niks horen!
zit wel opgesloten. Gewoon incasseren en doorgaan. Ik bedoel, er zijn wel meerdere spellen waarmee je het goed kan maken. Dit was een lastige opdracht. Ja. En die lastige opdracht kost ons helaas 50 punten bij het finale spel. Maar we geven het moed niet op. Nee. Toch? Nee. Horloge, laat me zien. Deze moeten maar snel vergeten. Geen sleutel en ook nog eens 50 munten straf. Gelukkig staan de dansers nog steeds 1-0 voor. Nou, kun je hem maar naar voren? Nee. Beslis je nu? Ja, kom maar. Mag ik even kijken? Jij mag alvast even trappen. Oh, dit is die ene. En ik kijk omlaag, kruipt er gewoon zo'n dikke slang. Hieronder zitten de huisdieren van het fort. Op die huisdieren buik zit de code. De code is in twee delen verdeeld, dus je moet zoeken naar twee dieren. Denk maar aan één ding. Dat zijn namelijk die twee sleutels die je hebt gewonnen. Twee? Twee. Kom aan. Het zijn mijn vrienden, ze vinden mij niet eng. Drie. Hoe lang heb ik? Twee. Lang. Hey, vrienden. Dag, jongens. Oh. Take it easy. Nee. Hey. Oh. Ga maar zoeken naar de code. Lekker op die buikjes kijken. Recht van jou. In de hok. Pak die dikke is en kijk eens op zijn buikje. Die dikke vindt dat niet fijn. Ja, en deze? Oh, fucking hoerenbeest. Ik probeer niet te gillen, want daar worden ze agressief van. En terug. Pak die dikke in de ruim om. Ja, pak. Heel goed. Goed zo. Zat er een code? Klootzak heeft geen code. Goed, ik heb nog nooit een slang in mijn handen gehad. Nog nooit. Nog nooit geprobeerd. Nog nooit. Kijk eens achter je, die dikke. Oh, maar het enge is ook, als je hem pakt, wil hij weg. Pak die slang. Weet je wat ze staarten? Leg hem eruit. Ja, er liggen hier 80.000 staarten in het graf op. Ik weet niet of ik soort van lekker voor ze ruik. Dus ze komen allemaal naar me toe. Die trut, die pakken we met z'n allen. Dat gevoel had ik. Echt heel erg. Twee sleutels, Ben. Kan jij? Ja, deze heeft geen code hoor. Lekker, ga door. Ja, 7-9. Punt. Nee, wacht. 6-2-punt. 6-2-punt. Ah! Nee, blijf. Je moet in die bak waar je zat. Laat naar die bak waar je net zat. Ja, dat is ook wel echt orders, hè? Ja, ze willen niet dat zij er weg gaat. Je gaat terug. En we rennen niet met deze tijd in. Twee sleutels. Het is voorbij. Quinn, de sleutels ontploft. Ja, oké, heel veel vinden mag ik er nu uit. Ja, jij mag eruit. Zo, die twee sleutels achterstand wil je echt niet. Ik ben nog nooit in mijn leven zo bang geweest. Nee, echt. Ik ben nog nooit in mijn leven zo bang geweest. Ik heb echt mijn best gedaan. Ja, je hebt ook echt je best gedaan. En op naar de volgende. Ja, oké. We kunnen hier heel moeilijk over doen, maar de uitkomst blijft hetzelfde. Gwen is gescheiterd. Rienne va plus. Straks krijgen mijn dansers ook een opdracht waarmee ze twee sleutels tegelijk kunnen verdienen. Moet alleen wel iets sneller volgens mij. En dan kunnen we serieus uitlopen. God, dat gedans. Ik word niet goed. Zo jongens, Anna gaat een stukje fietsen. Ja. Doe je dat vaak? Nou, ik doe dus alles met de auto sinds mijn auto. Oh nee, je doet alles met de auto. Maar je hebt toch wel eens op een fiets gezeten? Ja, dat absoluut. Ik heb alleen niet zo'n hele goede ervaring met. Mijn vrienden gaan waarschijnlijk heel hard lachen als ze dit zien. Maar ik ga mijn best doen. Fietsen en ik gaan in principe niet heel goed samen. Je ziet hem daar hangen. Ja. De code. Juist. Om de kluis te kraken voor de sleutel. Ik zou zeggen, zet je schrap. Ja. Blijf goed zitten. Ja. En ik moet hem gillen dus als ik... Je schreeuwt hem als een idioot naar je teamgenoot. Zodra je hem hebt.
Even ter informatie. Die plank ligt op 25 meter hoogte, zo hoog als het fort is, boven een afgrond. En daar moet ik straks overheen gaan fietsen. Nou ja, ready as I'll ever be, I think. Daar ga je. Als je niet kan fietsen, lijkt het me niet echt een goed idee. 3, 2, go for it. 1, start! Ik zit te denken, ja, als ik veel vaart zet, dan heb ik minder tijd om mijn balans te verliezen. Ook niet te snel, maar als je langzaam fietst, dan wankel je wat meer. Het waait heel hard, dus dat koord gaat ook behoorlijk heen en weer. Ja, er gaat van alles door mijn hoofd op dit moment. Dat was niet ver, hè? Nou, dat was het dan. Ik heb nog geen 2 seconden op die fiets gezeten. Ik zie mijn arm. Nou, dat is dus zo'n gigantische schaafplek geworden. Het blijkt dus dat ik mezelf gewoon flink heb toegetakeld. En het is zo bizar. Als je daar hangt op zo'n hoogte, ondanks dat je weet dat je vast zit aan een koord. Ik durf gewoon niet los te laten. Anna, laat maar los. Anna, je mag lossen. Ja. Maar ja, ik ben wel echt heel erg teleurgesteld. We zorgen dat er zo snel mogelijk iemand naar je toe komt, Anna. Ja, is goed. Horloge, laat me zien. Dat fietsen ging niet een beetje slecht, maar dramatisch. 1,5 meter afgelegd en de stand blijft 1-0. Oh, we hebben nog 0 sleutels. Ja. Werk aan de winkel. Voordat we gaan beginnen, ga ik jou wegsturen met paspartout. Succes! Oké. Ja! Ja, top. Jij gaat voor ons de sleutel te pakken krijgen. Onze allereerste sleutel, hoop ik. Ja, kan jij. Daarvoor moet je de rode draden ontwijken. Hoe meer je ze aanraakt, hoe moeilijker het wordt om de sleutel te pakken te krijgen. En hoe moeilijker het wordt ook om de ruimte weer uit te komen. Het is eigenlijk net als in die films die zich afspelen in het museum. Waar Goofy iets proberen te jatten. Het alarm staat aan. 3, 2, 1, go! Ik tril ermee. De sleutel is daar. Maar ik zie echt geen enkele diepte. Oeh, hier komt het misschien toch naar boven dat ik eigenlijk angstvallig aan het geheim houden ben dat ik altijd een bril draag en die dus nooit opdoe. Want het eerste wat ik zie is namelijk een rij met alleen maar draden. Geen enkele diepte. Hoe moet dit? Oké. Breathe in, breathe out. Weer de yoga gedachte eigenlijk. Niet bibberen en gaan. Goed zo. Rustig blijven. Lekker rustig ademhalen, om je heen kijken wat er gebeurt. Perfect. Je bent een ninja, je bent in het museum, je bent te stelen. Wij willen dat ze dat ding aanraken. En we hebben nog voldoende tijd. 3/4 nog. Netjes. Lekker rustig, gewoon even een sleutel ophalen. Prima, meisje. Yes. Je bent er bijna, we hebben nog een tijd. Neem je tijd. Neem een duimpje. Zo, die gaat ervoor. En even een beetje tempo, want ik was vergeten dat je ook nog terug. Fiets hangen. Je moet sneller, want je hebt tempo. Sneller. 1,50. Dat is 1. Tempo, nu is echt te cruciaal. Je moet eruit, anders blijf je achter. Oké. Was dit een kwestie van yoga, zen? Ja, ik dacht nog naar klasjes geweest. Ja, misschien toch wel. Dat dacht ik al. Yes, de eerste sleutel. Top. Paspartout, maak ons eens blij. We zijn uitzinnig van vreugde, want de tv-vrouwen hebben het eerste sleutel binnen. En nu zijn we van de nul af. De
tv-vrouwen, ja. Dansers. De stand is 1-1. Ja, dat is heel stil, hè? Ja. Maar dan hebben we toch twee van de echt de betere teams. Ja. Dan strijden we om die bronzen plek. Ja. En hebben jullie allebei pas één sleutel. Imke? Ja? Hoe ga je? Ik heb er gewoon geen zin in. Ik ga het wel doen, maar niet van de auto. Mijn materiaal, het komt allemaal uit de 19e eeuw. Dit had je ook van aluminium kunnen maken. Of van microvezel, van cool plastic. Vivian, hoe ga jij? Weer de hoogte in. Maar ja, gewoon verstand op nul. En gaan. Het is heel eenvoudig. Het gereedschap voor de code hangt daar. Dames, rupsje nooit genoeg, kruipen daar zo direct naartoe. Pakken het gereedschap, keren terug, openen de code. En dan kraken we de kluis. Ja. Kruipen, nou, daar was ik als kleuter heel goed in. Dus ik denk als volwassene, dat verleer je niet. Kruipen, net als fietsen, dat verleer je niet. Nee. 3, 2, 1, start! Woe! Lekker, Fie. Yes. Niet naar haar kijken. Krijg jij je voeten vooruit, Vivian? Ik communiceer ja. met haar. Nee, ja, maar ik krijg mijn voeten niet vooruit. Focus. Ja, ik schuif dit naar voren. Ja, en mijn tenen. Ik kon mijn armen naar voren doen. Alleen, toen kreeg ik de rest niet mee. Ik kreeg het gewoon niet mee. Ik snapte ook niet hoe Vivian het deed. Ik kan niet tijdens plezier aan. Met je vesten van je voeten. Ja. Gaan we beginnen. Die plank was te stroef. Ik weet niet, dat er misschien een beetje olie in moet zitten. Met kogellagers, zodat ze het een beetje kunnen laten rollen. Misschien van een soort surfboard-achtig materiaal. Of epoxy, hars, of weet ik veel wat je allemaal hebt. Je tenen achter het plankje. Mijn voeten zijn te groot. Mijn benen zijn te groot. Mijn lichaam is te groot. Naar binnen. Nee. Nee, want dan moet ik met mijn knieën in de lucht. Zet je tenen achter naar voren. Ik kan ook gewoon realistisch van het. Nee, na een tijdje zijn gewoon je mogelijkheden op. Horloge, laat maar zien. Vivian ging als een raket op die sleutel af. Met de code pakken de dansers niet alleen de tweede sleutel, maar ook de leiding. Dansers! Roy, je gaat naar binnen een potje inbreken. Oh my god. Je gaat via deze ladder naar boven. En dan ga je de kamer binnen. Deze krijg je mee. Magneet. Daarmee ga je de sleutel zoeken. Eén ding, raak niet de vloer aan. Het betere inbrekerswerk. Langs meubilair en huisraad klim je naar die cilinder en vis je de sleutel eruit. En dan ga je weer terug. Alleen, vloer aanraken, game over. En vergeet niet, je hebt tijd nodig om terug te komen. 3, 2, 1, start! Oké. Kijken waar hij het doet. Kunnen we hem helpen? Maar Roy is veel te klein. Hij is vrij klein. Die stoel links van je, die kan je omklappen. Daar kan je ook op staan. Ah ja, zo. Thanks. Asje. Oké. Nu moet je even kijken. Wat is dat? What the fuck? Wacht. Hou je voet omhoog. Oké. Kan je vast houden? Ik mag niet tot stilstand komen. Als ik tot stilstand kom, ja, dan kan ik daar gaan hangen tot ik ons weeg. Blijf hangen aan de kroon. Oké, wacht. Luister. Ja. Kan je armen aan de binnenkant van de kroon luchten? Ja, juist. Zo, dat is fucking ver, man. Ik moet iets anders bedenken. Hij is lekker klein. Maar hij is best wel klein. Dit is echt wel moeilijk. Kun jij aan de zijkant van die schilderijen hangen? En dus dan ga je langs de muur en tot een andere opdracht dat je hebt gedaan. Ja, en met allebei de armen moeten we tegen de schilderij. We moeten jou inhuren als toerrijd op het fort. Goed zo, Roy. Oké. Okay. Ja, got it. Met je armen? Je moet gaan, Roy. Je moet naar dat ding.
Juist. Pak dat ding. Ja, maak het open. Niet laten vallen. Goed zo. Trekken. Meetje, eraf. Dekseltje eraf. Sleutel. Waar laat ik die sleutel? Ik weet niet hoe lang dat fort al bestaat, maar die sleutel smaakt echt smerig. Wat? Het is schilderijen. De schilderijen gaan je helpen. Oké? Okay? Goed zo, goed zo. Dit kan je, Roy. Oké, maar nou moet hij terugkomen. Dit lukt hem niet. Ik vond het wel cool om een inbreker te zijn, maar ik ga er niet mijn beroep van maken. Horloge, laat die hangen maar zien! De derde sleutel is binnen. De dansers lopen nog iets verder uit op de tv-dames en dat is heerlijk voor het sfeertje. Deze opdracht gaat om multitasken en ik ga even Gwen een uitleg geven. Hoi. Hey. Oh ja, af. Luister, wat jij zo meteen moet doen. Deze lampjes gaan zo meteen oplichten. Mm-hmm. Op het moment dat een lampje oplicht, druk jij het lampje in. Je ziet in het wilde weg alles gaan indrukken. Oké. Als je alle lampjes goed hebt ingedrukt, gaan hier twee groene lampen branden. Mm-hmm. En verschijnt daar de code. Hoe moeilijk kan het zijn? Het is een kermisattractie en er zijn knopjes. Jij kan dit. 3, 2, 1. Daar ga je. Heel snel dit. Echt, dit gaat echt snel. Je moet gewoon focussen op één punt. La la. Oh, oh, hou je hoofd weg. Nog sneller. Dat ding gaat hard. En die knopjes, die gaan echt ding 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 ding. Ja, normaal. Die knopjes gaan echt heel erg snel. Alle kanten op, hè? Ga maar door, je hebt echt een paar ballen al. Supergoed. Je hebt er al een paar te pakken, dit gaat goed. Dit is niet echt een kermisattractie, dit is een soort ziek martelwerktuig. Oké, WhatsApp alsof je leven ervan afhangt. Ja, man. Oh, jongens, toch. Lekker hoor. Oh, ik heb al één groen lampje, ik heb al één groen lampje. In één keer zag ik dat de bovenste rij, dat er een groen lampje ging branden. Dat betekent dat je de bovenste rij hebt gehaald. Dat je alleen nog de onderste moet. Dus dat scheelt weer de helft focus. Je hebt één groen lampje, goed zo. Ja! 7, 4, 1, 8. 4, 7, 4, 7, 4, 7, 4, 7, 4, 1, 8. Oh, goed op de huis! Ah, yes. Fuck yeah! Zo. 7, 4, 1, 8. Zo. Respect hoor. Ja. Yes! Paspartout! Maak ons blij. Kotsmisselijk is uit dat martelwerktuig geklommen, maar Gwen heeft het geflikt. Die twee. Vincent? Jij gaat doen waar je voor gekomen bent, geloof ik. Twee sleutels zijn te verdienen, team. Ja, hier heeft hij op gewacht hoor. Die hebben we nodig. Het is heel eenvoudig. De eerste helft van de code hangt in het net. Ja. En de tweede helft aan de boei. Jij gaat schommelen, klimmen, springen, zwemmen en schreeuwen. Succes. Dankjewel. Toen ik zag wat ik moest doen, gingen mijn ogen zo ping. Ik dacht van wow, dit is waar ik voor gekomen ben. 3, 2, 1, go. Er is een plank. Ik kan er overheen lopen of ik kan er ook overheen kruipen. Maar de wind was zo hard aan het waaien, dacht ik van nee, ik kan geen risico's nemen. Oké, doe je ding, Finn. Ja, verder stap, verder stap. Ja. Take your time, jongen. Heb een lang dansje. Ja? Steady? Schommel 1. Hij gaat niet heel hard. Nee, hij gaat niet heel hard. Ja, 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 hij heeft hem, hij heeft hem.
Als je op deze manier door blijft gaan, gaat het niet redden. Jongens, hij moet je een beetje speed maken. Alright, Sven, goed zo. Je moet alleen nog iets sneller volgens mij. Duurt lang. Dit dansje, kijk dan. Ik kwam net niet bij die touwen. Dit is waar ik echt kan vallen. Als ik nou gewoon met één hand vasthoud en er vanaf kom dat ik mezelf niet kan dragen, dan heb ik echt een groot probleem. Heb eens zo echt dood! Zet je voeten erin stop. Klemmen, klemmen, klemmen! Yes, wel. Oh, hij moet ook omhoog. Dat is wel pittig. Oké, goed zo. De tijd dringt, jongens, echt. Ja. De tijd dringt. Moet ik veel sneller, anders gaat het mis. Tempo maken, Vincent. Eén, vijf. Ja! Oké, ja, laat jezelf vallen. Ik dacht van, ja, ik ben niet gek. Ik moet als eerste naar beneden, touw voorbij, want anders blijf ik misschien hangen. Dit gaat heel langzaam. Veel loslaten, go, 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 go. Vincent! Vincent, stop maar! Vincent! De sleutel is al ontploft! Er was een proef voor twee sleutels. Ja, en dan dat de tijd dan in de weg zit. Om deze proef te voltooien is gewoon balen. Balen, maar ik heb echt ervan genoten. Niet normaal. Voor mij was dit de ultieme Fort Boyard ervaring. Hij lacht. Hij vond het waarschijnlijk heel leuk om te doen. Oké, jongens. Horloge. Deze is wel heel erg jammer, want het had twee sleutels kunnen opleveren. Helaas. Inke, wat is het geheim van een goede tomatensaus? Goede tomaten en knoflook. Mm-hmm. Maak je dat wel eens? Ja, eigenlijk wel. Oké, dat is precies ook wat jij zo meteen hier binnen gaat doen. Na een druk op die knop gaat de kooi over het kratje omhoog. Vervolgens glij je naar de tomaten, die breng je terug en gooi je in de ketchuppers. Die handeling herhaal je totdat de sleutel naar boven komt. 3, 2, 1, go! Oké, stop. Nu de tomaten. Mooi. Dit is een opdracht die heel erg maf is, maar waar je wel strategie kunt toepassen. En ik heb over het algemeen een hekel aan maffe opdrachten, maar dat strategische gedeelte vind ik wel geinig. Oké, nou, ze wil gewoon die hele kras pakken. Ik had een plan. Ik haal gewoon alle tomaten naar buiten, dan heb ik niet meer dat gezeik met dat hekje. Oh. Ja, dat is oké. Goed zo, meisje, hamsteren. Wat een slimme. Hou een beetje tempo, hè? 1/4 van je tijd is voorbij. Kom maar. In je gat de tomaten en rennen. Go, 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 go. Oké. Kom op en niet snelheid maken. Maar je hebt de helft van de tijd. Serieus? Je gaat echt heel langzaam. Ik wil niet lullig doen, maar het is niet snel. Oké, door. Oké, borst, go. Stel, het was een zwembad gevuld met water in plaats van met tomatenketchup. Dat ik er echt zo heen en weer doorheen kunnen zwemmen of zo. Maar het was echt log en zwaar. Nog een derde van tijd. Oké, okay. Goed zo. Tempo. Lekker, gaat goed. Schiet erop. Ik hoop maar voor dat het genoeg is dan. Oké, kom maar naar buiten. Wat doe je? Ze willen naar buiten. Ze willen niet gaan. Ja, zie je? Door. Jij wil vooral dat Imke uit die ruimte komt. En ik wil vooral dat Imke die tomaten gaat oprapen. Ze roepen, ik heb geen tijd meer, dus ik kom. En vervolgens dan zeggen ze, je hebt nog tijd over. En dan denken ze dan wel niet, weet je? Dat is ook zo lullig. Nee, je moet terugkomen. Ja, we zijn één grote chaos. In general gewoon chaos. Kan nog wel. Kom op, gooi ze erin.
op het tillen van tomaten. Dat is, klinkt gewoon te treurig voor woorden. Passepartout, waar zijn we? Zet Imke tussen de tomaten en haar brein kapt er gewoon mee. Complete chaos en heel gek, geen sleutel. Voordat de teams gouden munten gaan verzamelen in de race naar het brons, is er nog één duel waarmee de laatste sleutel te verdienen valt. Wie gaat er naar huis met die cup met de kleine oren? We zijn aangekomen bij het allerlaatste duel voordat we naar het schatkamerspel toe gaan. Ja. De allerlaatste sleutel kan nu gewonnen worden, Jissy. En om die sleutel te winnen gaan we een potje oud bojaars stokploppen spelen. Ja, kijk. Stokploppen. Stokploppen. Tuurlijk. Wie kent het niet? Wie kent het niet? Stokploppen. Jullie staan zo direct beide aan deze kant. En je houdt je handen vast aan de buis. Wij stoppen een stokje in het gat. Ja. En dat wordt de lucht ingeschoten. En dan moet je een stokje gaan vangen. Ja. Okay. Het team dat als eerste twee stokjes heeft gevangen, wint de sleutel. Heeft gewonnen. Stokploppen. Alsof het een begrip is. Gaan we staan. Okay. Wat ik weet is dat zo'n cilinder omhoog gaat en vervolgens ergens weer naar beneden moet. En op dat moment poseert hij eventjes en dan kan je hem snel pakken. Komt-ie. Focus op dat ding. Wow. Zij kijkt naar beneden, kijk helemaal naar beneden. Kijk maar lekker. Oké, ik kijk naar boven, want dat is waar hij eventjes passeert. Ja! Goed, oké. Nou ja, beginnersfoutje. Ah. Ja, nee, ik ben. Dank u wel. Oh, ik ben er zo ziek van. Oh, it's just close. Oh. Nee, dat kan niet. Easy. Heel verlaalbaar. Dat hoort in de wedstrijd, vind ik. Horloge, laat maar zien. Mijn dansers zijn de koelbloedigste stokploppers ever. Hartstikke idee. Allebei gepakt. Sleuteltje. En ik heb zo'n gevoel dat dit schatkamerspel om die reden ook wel eens behoorlijk onvoorspelbaar zou kunnen worden. Ja, want het is tijd om het laatste spel te spelen. Yeah. En om die schatkamer te openen hebben we, zoals jullie weten, 6 sleutels nodig. Ja. Roy, jij was onze sleutelman vandaag, want je hebt er 2 binnengehaald. Yeah. Maar we hebben er nog een paar. Hoeveel sleutels hebben we? 4. 4. Nou ja, hoeveel sleutels hebben wij? Ach ja, ik ben het zelf kwijt. We hebben er maar 2. Genoeg. Nou, dat wordt hard draaien. Ja, 4 tegen 2. Maar dat kunnen we. De overige sleutels vinden jullie in deze pilaren. En je kent het principe, hoe sneller je draait, hoe eerder je de sleutels te pakken krijgt. Ja. Monique, mogen de tijgers weg? Het wordt graaien naar goud, jongens. Hebben we nog een andere tactiek dan de vorige keer? Of, Gaan we voor graaien. Ja. Greed is good. Monique, show me the money. We gaan beginnen. Get ready. 3, 2, 1. Go, 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 go! Oké, draai. Kom op. Go. Chuck, sleutel erin, sleutels erin, omdraaien, hek open en graaien. Oké. Teen uit je tenen, sleutel eruit. Na al die keren munten rennen, weet ik nog steeds niet hoe je het het slimst kan. Ik merk toch wel weer dat die munten veel te ver weg liggen en dat die poortjes te klein zijn. Het is gewoon echt best wel pittig. You go, okay. Sneller, sneller.
González, was het hier, hè? Spieren. Ja, gerend voor je leven. Ja. Maar ik heb één geruststellend dingetje. Bij jullie moeten er nog 50 minuten vanaf. Dat is waar. Oké, laten we gaan wegen. Team TV-vrouwen. Ja. Zo, ja, dat is wel een prestatie op zich. 590 munten verzameld. Team dansers. Plek voor Fort Boyard 2014. We zijn derde geworden van Fort Boyard 2014 en de bronzen beker is verwoond. Super blij met de cup. Ik zeg super blij met de cup. Vet trots. TV dames. Ja. Ik vond het onwijs leuk met jullie. Ik heb het schilderend haar. Word je vierde. Kijk, op het geheel klassement is vierde niet verkeerd. Ja! Ja, nee, is eigenlijk gewoon kut. Ja, kan niet anders zeggen. Het is op beker, is natuurlijk kerst op slag gewoon. Maar dat kan mijn voor per jaar ervaring echt niet heel veel rijken. Tot nu toe heb ik nog alleen maar ruzie gemaakt met BN'ers in programma's. Ik heb echt lol gehad. Met dingen gedaan. Daar zijn we heel trots op. We hadden graag een beker gehad. Maar ja, het kan niet altijd feest zijn. Het lijkt nu niet, zeg maar, alsof ik het echt tof vind. Maar ik ben gewoon zo moe, omdat ik zoveel energie heb gestoken. Dat ik gewoon helemaal op ben. Maar ik vond het echt super tof. Wat zo bijzonder voor mij was om aan Fort Boyard mee te doen, was dat ik al sinds klein kind naar het programma keek. En voor mij is het een droom die gewoon is uitgekomen. Ik heb op Fort Boyard gestaan. We hebben nog een hele spannende finale te gaan tussen Team TV-mannen en Team Fashion. Dat is waar. En dat is volgende week. Oké, tot volgende week. Dag.